Super tof dat jullie kijken vandaag naar deze filmpje erbij. In deze video op mijn kanaal. Mijn naam is Joralla van eigenlijk een nieuwe video. En deze keer ga ik mijn moeder een aantal leuke vragen stellen en beantwoorden. Die al hier op een paar kaartjes staan. Dat zijn deze kaartjes. Vergeet die niet van het duimpje omhoog en laten we maar gewoon beginnen. En dat is dit spel. Ja, laat maar gewoon beginnen. I'm not really asking, we'll get away. Draag jij liever zwart of gekleurd? Gekleurd toch? Nee. Ja, bij mij is het verschillend. Eén keer zwart en één keer gekleurd. Die ik niet eens zullen maken. Wat zijn de ingrediënten voor gezellige feestdagen? Ja, familie, vrienden en om je heen. Ja. Even kijken. Wat is jouw foute song? Voor de vraag je niet wat. Nee, dat is die voor jou. Ja, nou, dat is het zo. Ja. Nederlandstalig, hè? Ja, dat is voor mij fout, ja. Dat luister ik liever niet. Voor jou is hartstikke fout. Ja. Dan kijk je. Oh, ja. Wacht, twee kruiden. Ja. Nou, ik moet jou niet deze zien. Dan moet je deze achterkant doen. Die. Ja. Zoute of zoete popcorn? Zoete. Maar zout. Die, nou, ja, die moet ik doen. Ik kan aan jou stellen. Ja. Hoeveel zinnen kun je maken met 18 letters? Pfft. Zou ik niet weten, zo gauw jij? Ik weet het ook niet. Weet jullie, kijk eens dat? Laat het gewoon weten in de comment. Dan moet jou. Ja. Waar mag je s'nachts voor wakker gemaakt worden? Spare ribs. Oké. Voor mij voor niks. Ik wil niet wakker worden. Oké, kijken. Die. Zou je voor een dag willen wisselen van geslacht? Nee. Nee. Ik ben blij met hoe ik ben. Ja, ik ook. Een jongen of een meisje wilde. Dat moet zeggen. Mijn eigen geslacht. Een vrouw dus. Hoge hakken of sneakers? Sneakers. Ook. Ik ook sneakers. Dan pak jij nou een kaartje. Ja, maar eerst een kaartje of dan. Liever pizza of patat? Dat blijft zo lekker, toch? Ja. Voor mij Turkse pizza. Maar... Ja, mij waren pizza Hawaii. Ja, en patat? Ja, gewoon een patatje met. Of is het speciaal? Ja. Nou. Even kijken. Maak je liever een boswandeling of een strandwandeling? Allebei wel even lekker. Heel strandwandeling gemaakt? Ja. Ja, uitgebreid in het strand? Ja. Dat toch toen klein was toch? Ja, maar niet volwassenen. Nee. Oh, jij moet even kijken. Welke stempels zou jij in je paspoort willen? Ja, niet dat wij een paspoort hebben, maar als we die zouden hebben. Schotland sowieso. Ja, maar waarom zou ik hier met mij naartoe? Ja. Edinburgh. Schotland. En als je gratis producten uit mocht kiezen, wat zou dit dan zijn voor jou? De André Lon shampoo en mascara. Van wie zou jij de gedachten willen lezen? Van de begeleiding. Ik doe me denken aan die film die ik vorige week gezien heb. Welke dan? Dat die vrouw die de gedachten kon, die mannen kon lezen. Nou, ik zou het van de begeleiding wel gedachten willen lezen. En ook van de huisgenoten wel eens. Van de jongens of de meiden ook? Nou, normaal eigenlijk gewoon wel willen weten wat ze denken. Ja. Van de begeleiding op over mij nog iets anders. Liever vlees of vegetarisch dan mij dan? Nou, allebei wel lekker. Allebei is wel lekker. Ja. Hallo, ik nou. Ja. Waar zie jij jezelf over 5 jaar? Dan hoop ik dat ik niet meer hoef te werken. Ja, thuis te kunnen zitten ja, gewoon. Ja, bent het bijna, denk dan maar mee. Ik ben al 60 over 5 jaar. Ja, dat wil ik. En maar dat gaat niet lukken. Ik moet tot 67 werken. Hoeveel jaar ben ik dan? Jij bent nu 23, ben je 28. Oh, dan ben ik 28, maar dan ben ik op de helft. Maar dan zit ik in principe al lang op torktaal, dus... Ik moet dan nog tot 67 jaar werken. Welke superheld zou jij willen zijn? Spider-Man lijkt me wel makkelijk aan je over naartoe. Oké. Maak je liever je eigen eten of ga je liever uit eten? Soms is je eigen eten wel lekker maken, maar soms ook uit eten eigenlijk aan mij. En als ik een ding uit als je kiezen, één ding uit het verleden kon veranderen, wat zou dat dan zijn? Dat is één ding, maar dat ga ik niet zeggen zo. Mooi. Dat is een beetje gevoelig. En dan had ik de opleiding van de zorg willen doen. En dat heb ik niet mogen doen. Dat was het. En wat bij mij is, had ik eigenlijk waardoor ik uit huis ben geplaatst, dat gedrag eigenlijk aan willen pakken. Ja.
Wil jij liever slim of grappig zijn? Ja, grappig ben ik toch al, dus slim ook eigenlijk. Ja, oké. Okay. Stel, je mag als een cartoonfiguur door het leven, welke zou je dan zijn, willen zijn? Oeh, Dagobert Duck voor dit veel geld. Ja, eigenlijk ook wel. Dagobert Duck. Zie jij je vrienden als familie? Een beetje, sommigen wel, ja. Ja, ik weet het niet echt. Sommigen wel, ja. Ja, maar niet echt of zo, niet zo gauw. Oké. Ja, dat vind je al, zegt je veel. Justin Bieber of One Direction? Ik vind even twee, die ken ik niet eens. Justin Bieber is van het liedje met Baby. Ja, maar, oh ja, One Direction is tegenwoordig wat je op de radio hoort. Nee, geen van tweeën. Nou, bij mij is het niet van One Direction, Justin Bieber niet. Veel verdienen, maar je baan het leuk vindt of weinig verdienen met je droombaan? Dan iets minder verdienen. Even kijken, ja, dat is heel moeilijk. En een droombaan hebben is ook fijn, ja. Maar dat verdien je niet dan veel. Maar daar zou je niet veel verdienen starten. Ja, maar dan ga je liever naar je werk toe dan als je een baan hebt waar je niet plezier wel veel verdient, maar niet met plezier naartoe gaat. Ja, dat is ook wel zo. Het werk moet ook leuk zijn. Ja, ook dat. Nou, jouw vraag. In welk land wil je altijd nog reizen? Meestal eerder Amerika. Spanje ook noemen, dat weet je al. Dat weten we al. Ben je vorig jaar voor het eerst geweest? Ja. Zou je liever de toekomst willen inzien of het verleden willen veranderen, jij? Ik zou het verleden eerder willen veranderen. Mm-hmm. De toekomst, dat heb ik niet. Oh, ik bier, wijn of vodka? Nou, dan hebben we maar wijn. Nou, vodka. Nou, jij maakt een kaartje pakken voor mij. Schaats of op de bank met warme chocola en melk? Laatste. Voor mij ook. Ik kan niet schaatsen. Schaats is mij niet weggelegd. Wat is dit dan? Ferrari of een Lamborghini? Lamborghini, want met de Ferrari kun je nergens zo de drempel zien rijden. Met de Lamborghini ook bijna niet, maar... Ja. Hoe zou jij het liefst dood willen gaan? Oh, in mijn slaap. Ja, in slaap. Daar heb je minder last van. Bruin of wit? Ja. Rood. Bruin. Wit is ook wel lekker voor een tosti of een toast. Ja, zie je liever je grootste wens vervuld of je grootste vraag beantwoord? Mijn grootste wens is eigenlijk al vervuld. Maar... Je rijbewijs. Onder andere, maar ook top dan. Ja, de mijne. Wat staat er bij jou altijd op tafel met oud en nieuw? Geen oliebollen, nee. Geen appelflappen. Appelflappen soms. Oliebollen ook soms. Ja, dit afgelopen jaar wist ik niet. Nee. Of lekker gewoon hapjes, kaas. Hapjes, gewoon bolhapjes. Ja. Kun je kaart pakken maar? Ja. Of jij? Het is er één of twee. Liever een tatoeage of een piercing? Dan zou ik liever een piercing nemen. Ik zou een tatoeage nemen met een betekenis toch wel. Nee, dan zou ik liever een piercing nemen. Dat ben één keer van de pijn af. En wat is de mooiste plek dat je ooit bezocht hebt, jij? Niet. Mijn ketten dat toch niet? Waar ben je geweest? Spanje ben je toch gewoon? Ja, voor mijn Gerona, ja. Nou dan, dat was jouw mooi, vond je het daar een mooi plek? Ja, vond ik wel mooi om naartoe te gaan. Ja. En dan weer terug. Ja. Zal er over 50 jaar nog steeds vlees gegeten worden? Minder, denk ik. Zo, toen de huis is straks niet meer. Of minder? Ja, ik denk minder. Wat maakt jou uniek? Jij dan? Ja, maar als je beperkt om hoe ik ben. Hoe ik gewoon ben. Maar ik weet niet of ik uniek ben, wat mij uniek maakt. Trouwens, kijk eens, ik heb een vraag aan jullie. Wat vinden jullie nou uniek aan mij? Wat maakt mij nu uniek? Als jullie weten dat, laat het gewoon weten in de comment. Chocomelk of chocoladeijs voor de rest van je leven? Chocolademelk. Ja, ijs is toch... Ijs is niet altijd even lekker. Voor mij dan, dieren maken... Die geluid maken, spreken die een taal. Ja. Ik vond het wel. Want als wij tegen onze kat al wat zeggen, dan worden ze ook terug. Ja. Dus. Hoe ziet jouw droomhuis eruit? Appartement. Geen groot huis met de bediening en een grasje onder het huis? Nee, een eigen appartement, dat is mijn droomhuis. Okay. Ooit als ik met heel veel YouTube money geld kan kopen, een villa van mijn dood, maar nu nog niet. Ik dan misschien een appartementje dat die aangepast is als we ouder zijn, papa en mama. Zet je begraven groep. Ja, sowieso wat oma heeft. Eigenlijk een beetje wat op Torkdaal komt, een beetje voor die mensen. Ja. Zoiets is voor ons. Liever dakloos of in de gevangenis? Well, dan in de gevangenis. Ja, ik kan het zeggen. Hond of kat? Of geen huisdier? Kat. Ja,
hond is ook leuk. Hond ook, waar kat vandaan. Dan want hond moet je uitlaten, maar ja, kat niet. Nee. Hoe ziet de wereld over 100 jaar eruit? Ja, dan ben jij er waarschijnlijk. Robotten. Ben jij er waarschijnlijk niet meer, man. Nee joh. Dan zou ik 150 zijn, 55 zijn. Hallo. Nee, dank u. Nee, dat zou niet lukken. Nee. Wat was vroeger jouw droom? Nou, ik wilde de zorg altijd in. Bij mij is het eigenlijk eerder. Ik of richting teamleiderskant wel doorgegroeien. Ja. Wanneer is iemand oud? Degene niet meer voor zichzelf kan zorgen of echt ernstig dement is. Ja. En die dementie kan ook op jonge leeftijd al, hè? Ja, maar ik bedoel, wanneer is iemand oud is, dan... Waarvoor kan jij niet stoppen met lachen? Als iemand anders aan het lachen is. Ja, maar zoals met het geval van Charlotte toen in het herdenking, is hier nog niet te grappen. Toen konden wij er ook niet om stoppen blijven. Nee. Wat doe je het liefst op een regenachtige dag? Binnen blijven. Wat is jouw favoriete winterse hap? Boerenkoolstamppot of etsoep. Of etsoep. Kijk, die... Voor welke droom hoop je dat die ooit nog uitkomt? Lekker eigen auto gaan schaffen. Dat ik je centen voor die kan verdienen. Ja, dat is wel. Zou je 10 jaar van je leven ruilen voor een miljoen? Nee, toch niet. Nee, ik ben blij hoe mijn leven is eigenlijk. Als robots ons werk zouden overnemen, zou je dan nog naar school moeten? Ja, want iemand moet toch die robots kunnen besturen. Ja, die moet ook onderhouden worden. Ja, dat bedoel ik als er iets is. Als het kapot is, ja. Als je kon reizen in de tijd, naar welk tijdperk zou je gaan? De Victoriaanse tijd. Dat is toch dan Victoriaan? Ja, dat ze. Zal ik ze straks op tv wel laten zien? Quinten. Nou, ik heb toch niet echt een tijdperk. Ik zou ook een jaar 80 alweer terug willen, dat ik nog jong was. Als ik 20 plus. Dus, Ik zou wel terug willen gaan naar toen ik klein was ook. Liever op een onbewoond eiland of een prachtige stad? Liever een prachtige stad. Ja. Nooit je bed uit mogen of overheen rennen moeten? Dan liever het laatste dan. Ja, de eerste. Lekker in je bed blijven. Nou, dus heb je alles als je de zorg nodig hebt. Nee, maar als je geen zorg nodig hebt, dan is dat lekker. Met wie zou je nog... Jij hebt nog geen 24 voor. Met Charlotte, met Stuitenbal. Niet zo mee bedoeld, hoor, maar... Nee. Charlotte, ik zou het niet weten. Zo gauw. Nee. Frikadel speciaal, curry of ketchup? Curry. Speciaal. Ja, met speciaal curry. Is met curry, ja. Ja, maar of ketchup. Nou, curry dan. Curry. Ja. Lieve films of series? Films. Thee of koffie? Koffie. Ja, soms koffie. Maar meer dan ook thee. Als werk? Hallo, klusje. Heb je echt een hekel? Strijken. Afwas. Nou, dan minder. Strijken is lastiger. Kunnen rijke mensen arm zijn en arme mensen rijk? Hoef jij dat? Nee, rijke mensen kunnen niet arm zijn. Nee. Andersom ook niet. Nee. Ja, nee. Concert. Welke zou je nog altijd willen zien? Ik ben nog nooit naar een concert geweest, dus ik weet ik ook het niet. Nee, ik ben nog nooit naar een concert geweest, dus ik weet het niet. Nee, ik ook niet. Wat is jouw meest beschermende moment ooit? Toen ik bij een keer een massage kreeg en dat ik dat liet. Bij mij en dan was ik zo ontspannen, daardoor liet ik een schietje. Nee, bij mij weet ik het nog nooit. Ik weet het van een schermen moment gewoon. Wat staat er op de laatste foto die je gemaakt hebt? Dat is vandaag de koeien. Ja, een koe. De koeien. Met wie kan je de hele dag dubbel liggen want lachen? Jij stuit op al slotte. Ik weet het niet zo gauw. Diana? Nee, niet. Met Gerrit? Soms ook. Met papa ook wel eens? Jawel. Tijdens ongeluk bij de benen of bij de armen verliezen? Dan liever de benen, want de armen zijn nog nodig. Ja. Hoe zou de wereld eruit zien zonder geld? Kou. En dan heb je rouwhandel. Als je 3 wensen had, wat zou je dan wensen? Nog afscheid kunnen nemen van oma ook. Ik weet het gewoon niet. Ja, Xbox of PlayStation. En voor mij is het eerder Xbox. Ik niet precies. PlayStation heb ik nooit gespeeld, dus ik weet het niet. Ben jij een ochtend of een avond? Ochtend! Ik een ochtend. Jij bent echt papa. Ik zit allemaal te graag. Oh ja, dat is niet. Welke film kun je nog wel 100 keer of 1000 keer zien? Die film van Queen? Bohemian Rhapsody. Voor mij weet ik niet naar horrorfilms dit. Schrijf je zelf een woord of beeld? Nee.
grappig. Ik weet niet hoe ik mezelf kon omschrijven. Ben je liever blind of doof? Dan liever blind. Want als je blind bent, heb je meer beter gehoor. Juist. Ik heb al zelf maar blind en slechtziende gewerkt. Dus. 1 week geen muziek of 1 week geen tv? Nou, dan geen tv mis ik niet. De muziek mis ik wel. Nee. Ik kan ook geen zo'n muziek missen. Nee. Oh ja, leg wat uit wat voor humor jij hebt. Een droge humor. Nou, ik dan? Ook een beetje. Toch? Ja. Je bent koning of koningin voor 1 dag. Wat zou je gaan doen? Dat de oudere mensen betere zorg krijgen. En ik zou dan de Tweede Kamer aanspreken op de regering dan, omdat ze de terroristen de deur uit moeten doen. Nou, zo. Grenzen dichtgooien. Wat is jouw favoriete muziekstijl? Hardstijl. Voor mij jaren 80 muziek. Nederlands ook. Onder andere ja, Nederlandse muziek ook. Wat heb je gekocht van je eerste salaris? Oh, dat weet ik niet meer. Nee, dat weet ik niet meer. Spaargespaard geld. Maar. Als je de waarheid niet kent, kun je dan liegen? Dat weet ik niet. Soms wel toch, als je waarheid niet weet, kun je het niet verzinnen. Ja. Dat is niet goed. Welk dier geeft jou het best? Het best jouw persoonlijkheid weer. Ja, een kat die heeft zijn eigen wil. Ja, en jouw personeel ook. Ja. Die zijn liever lui. Dus dat wel, ja. Dat verwoordt pijn. Wat is jouw favoriete tv-programma? Heb ik niet echt. Ik ook niet. Wat is een leuke vraag. Welke smurf als deze gewurgd wordt? Paars. Ga je lekker voor? Ga je lekker of gezond? Nou, lekker en gezond. Allebei. Liever een echte kerstboom of een kunst? Een kunst. Echt niet. Echt, dat moeten we niet hebben. Als je in 10 minuten gratis mag winkelen, waar ging je dan heen? Primark. Ja, dat ging jij ook al, ja. Waar ben je dus bang voor? Hoogtes. Ja. Jij? Ik ook. Een raar vliegtuig, wat zei jij? Er geen last van. Glas, hoor. En dat geloof jij eerst niet, hè? Nee, nu wel. Wel vaar. Als iedereen grappig zou zijn, zou dat dan nog leuk zijn? Nee. Geef 1 persoon aan tafel een complimentje. Nou, kom. Nou, fijn dat je er bent. Ja, leuk dat je mee wilt doen op mijn video. Nou ja. Ben je liever nodig of gewild? Nodig. Ouder, word je gebruikt ook nodig. Hè? Als je nodig bent, word je gebruikt. Ja, maar als je gewild wordt ook. Ja, nodig is eerder dan. Ja. Welk voorwerp heb je altijd bij je? Mijn telefoon. Of een vlogcamera. En sleutels. Mijn telefoon en vlogcamera en sleutels. Ja. Ik alleen mijn telefoon en de sleutels. Wat maakt het beest in jou wakker? Nou, eerder een draak. Als ik wakker Ik weet niet. Zon! Ja, zonvakantie, geen skivakantie. Nee, ik ben niet zien. Heb je liever een jaar? Geen tv of jaar? Geen internet. Want als internet heb je nodig. Als ik geen internet heb, kan ik ook geen leuke vlogs plaatsen. Bij welk spel verlies je altijd? Oeh, dat weet ik zo niet. Mis erg hier niet, verlies ik. Of wordt het voor jou? Ah ja. Nee, ja, dat wordt veel van ik met de anderen. Dat is feit. Vertel iets geks over jezelf. Dat heb ik al gezegd eerder. Doe maar die massage, dat was toch iets raars. Ja, maar iets geks over jezelf. Wat is jouw gekke eigenschap? Weet ik niet. Weet jij dan iets van mij? Ook niet, hè? Jawel. Als jij s'nachts wakker wordt en papa komt in je kamer. Als je elke dag hetzelfde zou moeten eten, wat zou het eentonig? Dat is de eentonig, maar wat zou ik dan niet elke dag willen eten? Dus een broodje met haagslag. Een broodje hamburger. Nee. Liever in de keuken of sportschool? Nou dan... Keuken. Ja. Nee, jij houdt voor sporten. Ja, ik moet nou sporten, heet dat. Je mag, ook niet. Ja, ik moet wel voor de knieën. Welke 5 dingen draag jij dagelijks bij? Telefoon, vlogcamera, sleutels. En mijn goede humeur en mijn verstand. Nou, ik dan... Mijn kamer, telefoon, 2 zelfs, je gewone en een smartphone, sleutels, en je gezonde verstand, flesje drinken en een stukje fruit bij de koffie. Ja, bij je gezonde verstand. Ja, ook. Ook wat voor bij de koffie neem ik altijd mee, ja, en een fles water en een zakje koffie. Waar geef je al het meeste geld aan uit? Aan de boodschappen? Aan de huur of zo. Oh, ik heb mijn scoot. Welke adviezen gaven jouw opa en oma je altijd? Dat weet ik niet. Ja, mijn opa en oma gaven mij altijd gewoon blijf jezelf en doe gewoon wat je leuk vindt.
En die andere opa die er niet meer is, wat zei die altijd, begon die over? Oh ja, geld. Als je niet meer zou leven en ik zou geld verdienen op YouTube, zou je vragen, hoeveel verdien je? Verdien je geld? Ja. Nou nee, ik verdien nul. Ja. In ieder geval, ik wil jullie dus bedanken voor het kijken. Als jullie vergeten niet even een duimpje omhoog te doen. Vergeet niet onder op mijn kanaal te abonneren. Laat ook uiteraard een leuke comment achter. En willen jullie vaker dat ik vaker met mijn moeder samen een video ga opnemen. Of een keer met mijn vader. Laat het gewoon weten in de comments. En dan zie je volgende keer een nieuwe video weer.